Yo mensen van BanjoTown, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Vandaag een XXL gameplay van de game die bekend staat als de slechtste game ooit. Ben jij benieuwd? Ik namelijk wel. Meer daarvan na de intro. Deze game, Bad Rats, heeft een leuke geschiedenis. Ik heb het verhaal ook via gehoord vroeger. Op Steam kon je, zeg maar, als je een game van iemand kreeg, dan moest je hem downloaden of je kon hem tenminste niet verwijderen. Je had tenminste geen giftbox. Als je een game kreeg, stond hij gewoon in je library. En vroeger was deze game dus zo kut dat als je die gaf je gewoon aan een vriend om te pesten. Dat was zo van, ah, jij bad rat, jij bad, ah. Dat was gewoon leuk. Zo kut is deze game. En we gaan dus vandaag kijken hoe kut deze game inderdaad is. We gaan even een nieuw game doen. Ik heb hem net gekocht. Hij is echt €1 op Steam of zo. Vind je het gek? Nou, zullen we easy doen, want je moet, zeg maar, nou, je ziet over enkele seconden hoe het spel werkt. Het spel zit heel makkelijk in elkaar namelijk. In principe is easy denk ik heel makkelijk. Ik weet niet hoe moeilijk de game later wordt. Ik weet niet of de game ook moeilijk is, dat die daarom kut is, of dat hij alleen... Nou, play. Het hele doel is dus, daar is een kat en die kat moet dood. En voor de rest is zo van, ja, kijk maar wat je doet. Ik heb dus hier een honkbalmuis. Een tonnetje. Kijk, ze geven dus eigenlijk deze, in dit geval ook alweer wat je moet doen. Je moet dit doen, nou, je moet de plank op zo te zien. Hallo? Ja? En die kan ik ook nog draaien volgens mij. Ik heb namelijk de demo gespeeld. Ik dacht voordat ik hem ga downloaden, dus wil ik wel eens de fucking demo spelen. Er schijnt een manier te zijn waarop ik hem kan draaien. Het is net natuurkunde dit, jongens, dat zie je toch. Hallo, plank? Ah, hier. Rotate. Jongens, doet die plank eventjes... Nee, een beetje die kant op. Ja, even gewoon, laat hem gewoon even op de lijn doen, weet je wel. Dan kan tenminste weinig misgaan daar. Nou, hier die erop. En nou is het bedoeling dat ik denk de honkbalmuis neerzetten. En proberen dat ding eraf te slaan. En druk je gewoon op start. En dan begint het fiasco zich. Oh, in één keer goed. Bam. Congratulations. En er is heel vies licht van een oog aan de onderkant. Weet je, dat hoort er allemaal bij. Level completed. Next. En als het goed is gaat het heel moeilijk worden. Of het spel blijft gewoon heel makkelijk. Het spel wordt in ieder geval gigantisch buggy. Geloof me. Het ding waarvan je denkt. Wat? Waarom? En dan gaan we waarschijnlijk het volgende level al op komen hoor. Dit geeft al veel minder een logische stap van wat je moet doen. Laten we eens even kijken in onze inventory. We hebben een tractorrad, een honkbalrad, een ballon, een houten krat en een trampoline. Nou, wat zullen we eens moeten doen? Ik stel voor om de tractorkrat hierboven te zetten om de bal weg te duwen. Dat vind ik wel een goeie. En kan ik hem ook nog flippen? Vast wel. Flip, tada! Nou, even op play drukken, even kijken hoe ver dat werkt. Tractorkrat, duwt als het goed is de bal naar beneden. Dat gaat al goed. Dus hier nou gewoon eventjes rad op een... Oh, sorry man. Dat was niet de bedoeling. Sorry. Nou, pauze. Ik stel voor dat we dan hier... nou, even daar. En dan die honkbalrad erop zetten. Misschien werkt dat dan. Weet je, dit is een alternatieve manier. Dit is niet de manier zoals het spel het aanraadt. Maar ja, ik ben anti. Kom op, honkbalrad. Pak hem. Pak die muis. Misschien als ik hem in een hoek neerzet. Oh, sorry. Oh, maar... Geef die verder nog gewoon een klap. Wauw. Stop maar. Ik ga jou roteren. Ik ga jou een beetje deze kant op zetten. Ik weet niet of je dat wel aan kan, maar we gaan het gewoon proberen. Play. Oh, dat werkt dus niet zo heel goed. Ik kan hem een ballon geven, dan vliegt hij waarschijnlijk. Wat het rare dus is iedere keer dat je speelt, gebeurt er wat anders. De bal valt niet iedere keer hetzelfde als dat hij de vorige keer valt. En weet je waarom dat een probleem is? Dit is een game waar je iedere keer een beetje gaat sleutelen, weet je wel. Je kijkt wat werkt. Oh, werkt dit misschien? Nee, werkt dit misschien? Zie je, nou is hij in één keer daar met dat karretje. En nou is hij in één keer heel erg op zijn reet aan het springen. Terwijl de vorige keer was dat helemaal niet zo. En als je een game hebt waar het om natuurkunde gaat... Kijk, what the fuck? Hij vliegt in één keer 3D in beeld uit. Het hele doel van zo'n natuurkunde game is dat je juist denkt... Oh, hij gaat precies hier en hier naar. En dan draait dit even een graden en dan redt het, lukt het wel. Maar nee, de ene keer komt hij gewoon van een hele andere hoek binnen. Omdat deze game bullshit is. Nou, ik ga even voor een hele andere strategie. Rad op een trampoline dan maar. Weet je, misschien stuitte die dan. Ik weet niet hoe hij dat doet. Gaan we nu even checken. Oh. Ik zet je wel gewoon even op 0 graden. Hè. Graag gedaan. Zet ik je weer op die trampoline. Oh, dat mag niet. Mag ik je wel erboven doen? Ja, kijk eens aan. Boing, boing. Oké. Misschien wordt dit hem. Misschien wordt dit hem. We moeten dus die bom raken voor de duidelijkheid. Die aan de andere kant van het scherm zit. Oei. Oh, ik ga hem nog een keer een klap. Oké, dit werkt ook niet. Nou, ik kan dan maar gewoon die ballon geven, hè. Dit is toch wat ze willen uiteindelijk, dus daar gaat hij dan. Ik ben zo benieuwd, kom op. Honkbalmuis, doe je honkbalding. Ja, nee. Kom op, honkbalmuis, het kan nog. Het kan nog. Nee, het kan niet meer. Ik kan de muis en de ballon wat lager laten beginnen, weet je. Dat is een logische stap om het tweede level te halen. Ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd naar deze game, jongens. Nee, toch niet. Ik ga het gewoon nog een keer proberen, want de kans is dus dat het nu gewoon wel lukt, omdat deze game fucking raar is. Deze game is gewoon raar, oké. Oh, zie, kijk! En wat gebeurde zojuist? Hij ging niet overheen, maar hij viel 3D door tegen de muur te stuiteren eraf. Ze verwerken zeg maar 3D hierin. Dat kan helemaal niet eens. Hij slaat gewoon naar rechts, maar hij slaat met een hoek naar rechts, waardoor hij via de muur afstuit. What the fuck? Ze zet het neer als een... What the fuck the fuck? Ik ga het nog een keer proberen. Het gaat gewoon werken uiteindelijk zo waarschijnlijk ook nog. Dat is nog het ergste. Kom op, honkbalmuis. Dit is jouw moment. Ja, nee. Het had gewoon gekund. Als hij niet 3D ging, dan was het gelukt. Nou, ik haal die trampoline ook maar weg. Ik ga gewoon een beetje kloten met die... Oh, sorry honkbalmuis. Dat is niet de bedoeling. Zet je gewoon wat lager neer of zo. I don't know. Ik doe ook maar wat. Ik ben ook maar aan het aankutten. Ik kan ook wat anders aan die ballon zetten. Misschien werkt dat nog. Misschien moet de honkbalmuis aan de bovenkant. Ik weet het niet. Ja. Nee. Oh. Bloedvergiet. Sorry. Was ik niet. Dat was ik niet. Bloedvergiet. Ga maar weg, muis. Muis. Ik koppel je los van de ballon als het even mag. Hoe doe ik dat? Remove. Ja, mooi. Hier de ballon. Oké, daar staat ook echt al een ballon ingevuld met iets eraan. Nou, dan doen we dit toch? Oh, fuck. Sorry. Gaat niet helemaal goed. Hoe maak ik deze vast aan de ballon? Hoe weet ik of hij vast zit? Nou, niet nu. Nou, dan doe ik het eigenlijk hem er toch op. Tada. Weet je, doe eens gek. Oké, dat werkt ook niet helemaal. Misschien moet ik de trampoline eraan vastmaken. Trampoline. Oh, ik heb mijn honkbalmuis ook nog ergens staan. Dat is waar ook. Nou. Misschien moet de bal gewoon op de trampoline vallen. Je weet het niet in deze game. Het is echt een hele rare glitchy game. Kom op, Rick. Ja, bijna goed. Ja hoor. Ja, nee. Hij gaat niet hard genoeg. Kut. Als ik hier nou die honkbalmuis neerzet, dan zou die... Nee, sorry. Ik wil gewoon verder gaan. Als ik hier nou even die honkbalmuis neerzet, dan zou het misschien nog kunnen werken ook. Hier, probeer maar. Poging 63. Of 69. Net wat je liever hebt. Je moet er in ieder geval ophalen dat deze game de grootste bullshit is sinds de ontdekking van bullshit. Kijk, dan valt die bal in één keer aan de onderkant. Waarom? Wat heb ik aan de situatie veranderd? Niks. Nog een keer. Ik ben al 7 minuten bezig, ben nog bij level 2. Dit gaat niet goed, Rick. Je Bad Rats carrière stelt zich nog even uit. Nou, oké dan. Jij er ook gewoon bij, weet je. Doe eens gek, hè. Doe eens gek, heet dat. Oh ja, een rat op een trampoline. Dit komt goed. Kom op. Hier met die bal. Woe! Hij ligt daar. Oké, nog een keer. Ik blijf gewoon doorgaan, want ik weet dat het ook een keer gaat werken. Het reset systeem is gewoon heel raar en dat wil ik heel graag demonstreren. Zie je, nou ligt die bal in één keer daar. Waarom? Alles is hetzelfde. Alles. En het grappige is, ze hebben vaak uiteindelijk aan het einde van het level ook nog een voorbeeld van hoe het eigenlijk had gemoeten. Dat is vaak erg hilarisch, maar ik wil eigenlijk wel het level even halen vooral. Want ik verhoog even de trampolinevlak. Misschien nog wel leuk. Hoop dat die auto er niet afvliegt. Hey, die ballon zit ook lekker in de weg. Sorry ballon. Dat is niet de bedoeling, vriend. Kom op. Nee, Rick. Oh. Oh, deze game. Oh, jongens toch. Gewoon nog een keer proberen. Kom op, muis. Nee. Oh, jongens toch. Die kat zit er ook maar een beetje zo van... Ja, Rick, wat is dit nou? Dat is een goede vraag. Ik haal die ballon. Ik doe hem aan die ballon. Oh, dan vliegt hij weer veel te hoog. Nou, hier. Tada! Ik heb je toegevoegd aan de ballon als het goed is. Ja, mooi. Ik denk dat dit echt het beste is. Gewoon de muis plus de ballon. Gaat echt een keer lukken hoor. Nee! Ja! Nee. Het gebeurt ook heel vaak gewoon per ongeluk. Dat je echt niet verwacht dat het gaat werken. En dan denk je, oh lol, ik heb gewonnen. Heb ik gewonnen? Tenminste, bij de demo had ik hem nu al uitgespeeld. En daar zit dit level gewoon in. De demo was gewoon de eerste 5 levels of zo. Maar het zit een beetje tegen vandaag. Ik zal hem wat lager zetten. Even de trampoline aan de kant. Nou, we zetten de trampoline maar daar neer. Weet je, misschien als de bal nog valt, kunnen wij wat hebben aan die trampoline. Dus waarom zouden we het niet doen? Kom op. Ja! Nee! Kut! Doe ietsje lager misschien? Ik heb geen idee. Ik doe ook maar wat. Maar dat had je waarschijnlijk al door. Kijk, dat ik gewoon maar wat deed. Ja, hè? Oh, Rick doet ook maar wat. Kom op. Nee, je bent te ver weg. Ja! Ontplof. Kut, als hij nou even ontploft. Ja, nee. Ik kan hem ook wat meer naar rechts doen, weet je. Dan kan hij misschien wat harder slaan en zo. Dat gaan we nu allemaal zien. In Bad Rats. De beste game ooit. Je ziet me ook echt... Oh, what the fuck? Dat was vet raar. Hij raakte hem niet eens met de honkbalknuppel. Hij viel gewoon opeens met een boog. Nou, we gaan even kijken wat de originele oplossing is voor dit level. Show the original solution. Nou, game, hoe moet dit volgens jou? Oh, je moet ook volgens de game ook gewoon deze manier aanhouden. Oké, oké, interessant, interessant. Oké, dus volgens de game is dit de manier om het level te halen. Game, jouw voorbeeld klopt niet. Volgens de game had ik zo het level moeten halen. Je haalt het niet eens. Wat? Wat een fucking rare game. Ben ik aan de... Nee, ik wil niet replay. Ik wil verder. Nee, 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 nee. Ja, ik wil next. Dankjewel. Bad Rats. Oeh. Zometeen wordt ook nog eens racistisch. Krijg je terroristische muizen en shit. Ja, dat wordt interessant. Oké. Dit ziet er echt een stuk makkelijker uit trouwens. Ja joh. Hier is de Magatron en die knop moet aangedrukt worden. Wat voor beesten hebben we allemaal? We hebben de Bomber, we hebben de Rocket Rat, we hebben de Long Rat en de Batter. Nou, ik zal sowieso voor dat die plank eventjes... Oh, sorry. Hoe draait die plank? Dat is gewoon een rechte muisknop, toch? Ja. Rotate. Ik wil hem eigenlijk wel gewoon zo doen. Als ik hem er gewoon tussen kan leggen, dan verandert dat al een hele hoop makkelijker. Maakt het al een hele hoop dingen makkelijker. Nou, zet eventjes de... Hey, aan de kant. Mag ik naar beneden? Ja, dankjewel. Zet weer de batter neer. Ik heb nu al een gevoel van succes eigenlijk wel. Deze keer. Roteren. Oh nee, nee, sorry. Ik wou je niet roteren. Ik wou je gewoon flippen. Zo. Nou, speel maar batter. Oh, sorry. De plank viel eventjes verkeerd. Nou, dan help ik nog even met een long rat. Want ik weet wat die long rats doen namelijk. Die zijn aan het roken. En die blazen net een heel klein beetje rook. Waardoor ze een beetje lucht blazen. En deze plank is blijkbaar nog niet goed gepositioneerd. Dus dat gaan we weer zo gaan fixen. Misschien heb ik hem nou weer hetzelfde staan als net. Nee! Oké, toch wel. Blazen! Oh! Woe! Goed gedaan, longrat. Goed gedaan. Dit is gewoon echt niet aardig. Dit is gewoon tegen het satanistische aan. Dit is gewoon promotie van katten in de Magatron doen. Gefeliciteerd, dankjewel. Dit was echt veel moeilijker dan het vorige level, bedoel maar. Nou, ben je ook benieuwd wat volgens het spel de juiste solution is? Show the original solution. Oké, die gebruikt gewoon de longrat. Ja, oké, dat is best, ja. Niet echt een moeilijk leveltje, alhoewel die vorige was ook niet zo heel moeilijk. Ik maakte het meer moeilijk. Next level! Next! We gaan nog een keer Bad Rats spelen. Nee, we spelen het eigenlijk gewoon nog steeds. Het is gewoon een continue Bad Rats drama, tragedie. Eens even kijken. Level 4. Seesaw Boom. Password Fat Rat. Oké. Ja, dit spel kun je namelijk niet opslaan. Je moet namelijk wachtwoorden invullen. Dat is oldschool. Oké. Fat Rat. Een bomber. Een crate. Nou ja, ik stel voor dat we hier een crate neerzetten. En een plank. En dan een Fat Rat hierbij doen ofzo. Ik gok dat dit het einde is. Even kijken. Ik had hem bijna al. Oké. Nou, wacht. Als ik hier eventjes daarboven nog eventjes een metalen vat neerzet. Heb ik hem nu gehaald? We gaan het nu zien. Tadaa. Wauw. Moeilijk hoor, die levels worden echt gaan van makkelijk naar moeilijk en omgekeerd aan alle kanten op. Woehoe! Dit is het beste spel ooit. Ik moet toegeven, ik vind het spel niet heel slecht, maar dat komt nog wel. Het kan dus serieus gebeuren dat de bal recht op zijn doel afgaat en in één keer uit het beeld rolt. En dan ben je er boos om. Momenteel is het spel nog best dat je denkt, nou, dit is nog wel een leuk spel. En ja, hopelijk, misschien, eigenlijk hoop ik hem wel dat na een uur dat ik helemaal gek word, maar ja. Voor de verandering heb ik hier een glaasje water. Dat zouden meer mensen moeten doen. Level 5, stukjes, wachtwoord, vacuüm. Oké, of vacuümon. Oké, ik heb een stofzuiger en een tractor en een Robin Hood. Waar is de bal? Oké, de bal is daar. En daar is een kettingzaag of een vacuümpomp. Oftewel, hoe krijgen we die bal daar? Dat is een hele goede vraag. Het spel zegt in ieder geval hele aparte dingen hierover. Dat is mooi. Ik kan ook gewoon alle ratten... Ik ga gewoon even wat ratten neerzetten. Even kijken wat ze doen. Ik zet de bomber neer. Misschien kan ik nog een leuke explosie veroorzaken. En de batter. Niet te vergeten de batter. Altijd de batter doen. Nou, ga jij hem even weg dan. Zet ik de batter wel gewoon neer. Ja, oké. Klaar. Nou, hij kwam wel de lucht in ieder geval. Nog een keer. Heel ander antwoord. Laat ik jou eens gewoon weghalen. Gewoon puur een explosie. Pure explosies. Oh, hij ontplofte niet. Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij zou ontploffen. Nou, kratje erbij. Nou, als de Bad Rat dan nog even hier ergens in de lucht staat om hem eraf te tikken. Dit wordt geen goed idee, denk ik. Nee, dat werkt niet zo heel goed. Ik word nog een plankje, joh. Oké, wacht, dan laten we dat er ook even bij in verwerven. Oh, wacht, wacht eens eventjes. Hoe ga ik deze plank goed gebruiken? Dat is wel vaker de vraag in dit spel, maar... van speciaal vandaag. Ook, ik zet die planken gewoon bij. Oké, dat is niet zo heel gek veel. Oh, sorry. Sorry. Draai maar. Draai maar. Nou, geen idee waarom ik zo draai, maar... Ik vind dat die... Ja, what the fuck? Ik heb dit level namelijk al een keer gehaald door gewoon alles bij elkaar te zetten en te laten ontploffen. En op een gegeven moment werkte dat een keer. Dat was best lachen. Ik zet die bulldozer zo. Zo. Nou, kratje erbij. Oké, go! Hij sloeg ook echt die kratten tegenaan. Goed idee, rat. Ja, maar ik zou zeggen dat je de rat er daar wil neerzetten en dat die hem dan afmaakt, weet je wel. Als de bal daar eenmaal is. En dan is de vraag nog, hoe zorg je ervoor dat de bal daar komt? Misschien moet ik deze ramp gebruiken. Eens even kijken. Oh, sorry. Sorry. Sorry dat ik besta. Nou, die even pakken. Hallo, plank. Ja, rotate. Oh. Al die dingen staan in de weg. Ricky, verdomme toch. Dat doe ik nooit goed met jullie. Nou, plank, draai die zooi. Perfecte positie. Kijk, die begint wel ergens op te lijken. Nou moet ik alleen nog wat. Ik kan natuurlijk nu de tractorrad gebruiken om hem erop te duwen. En het gaat natuurlijk nooit lukken. Zet ik een terroristenrad bij. Dat is vast een goed idee. Yay! We gaan naar de overwinning! 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 Nou wacht, dan zet ik die rad gewoon hier neer. Staat hij hem er gewoon af. Hoppakee. Overwinning jongens. Recht op die terrorist. En dan... Ik heb geen idee wat er nu moet gaan gebeuren. Als dit lukt... Dan ben ik gelukkig. Oh, het kan nog best dichtbij ook. We zijn niet eens zo ver bij de oplossing vandaan momenteel hoor. Ik denk dat dit het goede is wat ik nu doe. Het gaat hartstikke goed. Ja, nou valt hij gewoon uit het beeld. Ja, dat gebeurde de vorige keer namelijk ook. Nog een keer. Kom op, dit moet een keer gaan lukken jongens. Dit ziet er echt uit als een heel goed plan. Ik kan beter daar wachten. Misschien dat die terroristen nog eens bij zitten. Als hij dan keihard die terrorist kapot... Er moet even wat vertraging in zitten wanneer die terrorist gaat staan. Misschien zoiets. Nee. Doe eens even aardig tegen die terrorist. Nee, ik zei aardig. Dan zet je steeds verder weg hoor. Oh, je mist hem nou iedere keer. Maar misschien gaat die terrorist ook nog een zetje door die plank. Ja hoor. Ja hoor. Het gaat helemaal de goede kant op. En dan komt die bal. En dan komt die bal. Ja hoor. Ja hoor. Oh, dit spel. Wat doet deze eigenlijk? De vacuümrat. Dat wil ik eigenlijk wel weten. Voordat ik hem koop. Ik hoef niet eens te betalen en toch koop ik hem. Ja, dit ziet er goed uit. Dit gaat goed. Ja, dit is hem. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat? Wat gebeurt er, jongens? Ik heb echt geen idee hoe dit moet. Wat doet die Archer Red eigenlijk? Ik doe deze plank wel even weg. Die heb ik vast wel een keer ergens nodig. De vraag is vooral, hoe krijg ik die bal naar boven, weet je? Alle ratten op een berg en gooi maar met die zooi. Oh! En dan, ja, dan moet die Archer Red hem natuurlijk even eraf schieten. Oh, dit gaat lukken. Dit gaat me lukken, jongens. Die bal gaat heel hoog. Die Archer Red, die pint hem aan zijn spies. Spies hem aan zijn pint. Oh, daar ging hij bijna. Zag je dat? Dit gaat me echt lukken. Als ik hem net zo lang restart, dan gaat dit me lukken. Kom op, Archer Red. Doe je ding. Archer Red. Archer Red. Ik weet niet of ik nog een beetje de omstandigheden kan veranderen. Maar dit gaat hem gewoon worden hoor. Ik heb hem al een keer geraakt. En dat is iedere keer de situatie dat iets anders is. Ik weet niet, misschien kan ik ervoor zorgen dat de bal iets hoger komt. Dit gaat maar lukken. Stofzuigerrat toch ook. Misschien moet ik hem wat hoger zetten, weet ik veel. I don't know. I don't even know. Ik doe ook maar wat. En misschien moet de terrorist die dichter bij de bal zetten. Dan is de explosie wat harder, weet je wel. Wat intenser. Nou, dat valt tegen. Zou je flink tegenvallen. Nou, dan zet ik hem wat verder weg, weet je. Doei. Nou, ook niet. Ik kom niet meer terug op het optimum dat we hadden net. Nee. Wat heb ik nog over? Ja, een plank en een ding. Ik laat de Archer Red van boven vallen. Dat is echt een goed idee. Ja, goeie Rick. Oh, sorry, hij viel eraf. Sorry, ik dacht dat red je wel, maar nee, dat viel tegen. Oh nee, hij valt nog steeds. Sorry. Oké, nog zo. Alleen de vraag is, hoe krijg ik die bal weer zo hoog als ik hem eerst had? Het ging vooral om die twee samen en dan die erop. Ja! Dit gaat hem worden, dit gaat wat worden. Dit is een nieuw iets, dit wordt vernieuwend. Oh, kom op Rick, dit lukt je. Kom op Archer! Je had hem geraakt in ieder geval. Nou nog tegen die bom aan. Je kan dan trouwens ook geen andere manier gebruiken om die bom af te laten gaan dan de bal. Ik vraag me niet waarom. Ik vind het zelf namelijk ook niet logisch. Misschien moet ik even afwachten hoor. Ik denk dat er nog veel gaat gebeuren. Nee. Alleen de batter kan nog even zijn kans. Dit is een eeuwig spel. De batter slaat de mannetje weer weg. Oh! Dat was hem bijna! Dat was hem bijna! Ik was bijna raak. Alleen dan ging weer 3D opeens. Ja, dat doe je wel vaker. Ik ga dit nog even eens aankijken. Dit gaat hem gaan worden hoor. Dit wordt hem jongens. Wat de fuck gebeurt er met die bal? Oké, nou die ligt stil. Oké, nog een keer. Nogmaals. In de herhaling. Wat? Wat doet die opeens hier? Verdomme. En ja, toen ging de bal opeens weer 3D. Stop met 3D gaan bal. Kom op. Dit is echt een winnend plan. En in één keer ben jij er weer. Je verpest alles. En ja. Nee. Wat? Deze game. Ik zet dit gewoon hier neer. Op zijn hoofd. Dat heeft natuurlijk niet echt veel zin. Die bal komt nou niet echt hoog als er een tonnetje voor staat. Nou. Oh! Oh! Nee hè? Nee, er gebeurt niet echt veel beweging in dat balletje. Kom op, hij is zo dichtbij. Zo dichtbij. Ik heb bijna dat ding geraakt. Kom op. Het gaat een keer lukken. Oh, hij komt zo bij de bedder terecht. Oh, oh, oh nee, jongens. Dit is zo episch. Er komt in één keer wat water uit de bovenkant. Dat is vast belangrijk. Kom op, Rick. Dit gaat echt een keer lukken, jongens. Jullie geloven er niet in. Jullie denken nu, Rick, waarom doe je niet gewoon het spel wil dat je wil doen? Nou, nee. Oh! Na al die keren opeens uit het niets. Ik weet niet eens wat er gebeurde. Voor mij was het toch een kettingzaag. Ja, nou ziet er wel uit als een kettingzaag, ja. Dat daarboven, dat is iets wat een kettingzaag zou kunnen doen. Wow! Lekker hoor, jongens. De beste game ooit. Alsnog, het is een slechte game. Hij is gewoon slechter dan ik. Maar hij is wel leuk. Ik vermaak me. Nou, ik wil graag de originele oplossing zien, alsjeblieft. Nou, oké. Oh, hij zuigt die bal op. Oh joh, dat is best wel slim. Dat is best wel slim. Oké, dus die rat is best wel cool eigenlijk. Oké, dat ga ik onthouden. Ik wist niet dat hij dat kon. Next. Bad Rats. Yay, Bad Rats. Gewoon good rats hoor. Hartstikke leuke game. Yeah. Ziet er niet zo moeilijk uit. Objectives. Hit the candle with the ball. Burn the cat. Only the ball can activate the candle. Dat weten we, ja. Oké. Ziet er ook weer heel makkelijk uit, hoor. Nou, de set was al een heel plan uitgewerkt. Maar ik ben altijd een beetje tegen die plannen die het spel me geeft, dus... ik wil deze plank een beetje draaien. Hallo? Rotate. Weet je, die kant op zo. Zo. Wat nog meer? Ik leg de ding... Dat ding, ja hè. Oh wacht, ik weet al wat. Dus heb ik een ballon of zo? Ik heb een paraplu. Zweeft die dan? Of... Even checken. Ja. Wat, mag ik ze niet aan elkaar klikken? Ik neem maar dat die paraplu omhoog gaat. Dat gaan we nu even testen. Nee. Oh, die valt heel langzaam. Dat kan ik vast wel in mijn voordeel gebruiken. Nee, toch niet. Oh, daar ga je paraplu. Kan ik hem niet gewoon af laten ketsen op de paraplu? Dat ziet er wel uit als iets wat zou kunnen gebeuren, zeg maar. Die gewoon op de paraplu zelf ketst, dat het dan klaar is. Oh, dat moet wel nog geduwd worden, sowieso. Dat is stap 1 al. Nou, dan gebruiken we daar gewoon even de batter voor. Alhoewel, je kan waarschijnlijk beter die andere gebruiken. Ik ben anti. Ja, oh, die ton staat er ook gewoon nog, joh. Nou, hier. Even deze tegen de muur aanzetten, lekker draaien. Zoiets, ja, perfect. Kom op. Dat is niet wat ik wou. Oh, trampoline eronder. Ja joh, doe eens gek hè. Ze zeggen bij mij altijd maar, doe eens gek Rick. En misschien, anders doe je al gek genoeg. Als je, wat? Trampoline! Woe! Trampoline op de kop! Doe eens gek jong! Het is bijna een gekke game dit. Beetje gek. Nog een keer. Misschien moet ik even iets gaan doen met de aanwijzingen. Ze zeggen iets van een paraplu. Met iets eronder, maar wat? Misschien wel de Bad Rat. Misschien wel dat. Wow, explosies! Jullie weten hoe ik van explosies hou. Oh, ik ga wel echt proberen dat hij met die explosie daar beneden komt, maar dat werkt niet. Oh, daar ging hij bijna. Zag je dat? Mooi, met een mooie stuiter. En dan valt hij weer uit het beeld. Kom op. Je kan dit. Ik zet deze maar gewoon even hier neer. Oh, sorry dat ik... Oh, huh? Worden die twee aan elkaar gelinkt? Zit wanneer? Nou, plank weg. Je mag niet meer welkom hier. Als ik deze pen nou hier neerzet en dat ik hem dan laat ontploffen door middel van dat ding op zo. Wacht. Ja, bijna! Bijna! Zagen jullie dat? Jullie kijken maar meteen. Hij heeft een hele trampoline op zijn hoofd. Nee, kom op Rick, dit gaat je lukken. Dit moet te doen zijn. Ik moet gewoon iets van hoeken gaan veranderen en dan gaat het iedere keer bijna in. Ik ga wachten nog even af wat er gaat gebeuren nu. Oh, dat is minder. Kom op Rick, dit gaat lukken. Dit moet een keer verkeerd gaan, eigenlijk dus juist goed in mijn geval. Waardoor het gewoon lukt. Ik vertrouw hierop, ik vertrouw op het falen van dit spel. Zoals als natuurkundig spel waarmee je dingen kan berekenen. Daar vertrouw ik op. Ik kan misschien de ding wat hoger zetten. Of misschien juist wat lager. Welk punt raakt hij? Maar hij raakt hem ook echt niet handig. Misschien moet ik hem wat meer zo doen. Nee, dat ziet er niet goed uit. Toch maar weer naar rechts. Ja, perfect. Nog meer naar rechts. Meer naar rechts, Rick. Meer naar rechts. More to die rijden. Ik had hem echt goed uitgekozen dan die trampoline die zo goed deed. Goed gedaan, Rick. Je bent echt een trampolinegod. Dank je, dank je. Ik doe nu het Benny Hill muziekje voor het feit dat nog niet door had. Ja, we hebben hem. Het gaat misschien nog werken ook, dat is nog het ergste. Nee, het stort in. Wat een goed idee. Wacht. Wat is ik nou? Even iets stabiels. Heb ik nog iets stabiels? Ja, perfect. Ratje erop. Zo, dit gaat wel werken hoor, jongens. Nou, als die rat nou wat meer die kant op begint, misschien werkt het serieus ook nog. Kom op, duwen jongen! Duwen jongen! Wow! Fuck jou, kat! Brand in de vurige hel! In de helle vuren! Daar ga je, kreng! Daar ga je! Wee! Yay! Wow! Congratulations! Nou, dan ben ik heel benieuwd naar de oplossing die het spel had. Waarschijnlijk werkt hij niet eens meer. Ik vond het wel mooi dat, dat net gewoon de oplossing van het spel gewoon niet werkte. Vind ik wel grappig. Oké, nou. Gaat hij dan? Is het zo makkelijk? Wauw. Ik huil een beetje. Ik doe ook graag moeilijk hoor, anders vind ik het spel niet leuk. Dat is mijn excuus om niet mijn best te doen. Ja, ik maak het mezelf gewoon graag moeilijk hoor. Als ik heel slim ga doen, dan komt de FBI achter me aan, jongens. Dat weten jullie ook wel. We hebben een bomber, een long red. Nou, laten we die long red gewoon even een keer aan het begin doen. Altijd een keer willen doen. En blazen maar. Oh, wrecking ball. I came in like a wrecking ball. Kom op, sla hem, wrecking ball. Timing. Nee. Kom op, ik wacht op de timing van de wrecking ball. Bam. Nee. Kom op. Kom op, timing, timing. Nee, je mist de timing. Oh, nee. Zwieber niet stelen. Oepsie. Voordat die bal wat... Oh, in één keer. Oh, nee. Je kan ook gewoon een plankje neerleggen, weet je. Doe eens gek, hè. Doe eens gek. Ik vind die wreckingbal wel heel irritant. Dat is wel jammertjes. Ik kan die wel een beetje timen om die long red ergens anders neer te zetten. Misschien wat verder weg, bijvoorbeeld. Kijk. Het begin gaat goed. Nou, hier zou ik in principe toch gewoon een plank neer kunnen leggen, toch? Ja, dat is gek. Kijk jongens, dit is wat hoor. Dit wordt... Ah, verdorie. Nou, leg ik daar nog iets van gewicht op. Nou, laten we zeggen, een tractorrat. Die wil daar vast wel eventjes een stukje rijden. Wat, ik laat hem wel gewoon... Dan switch ik hem naar die andere kant. Ja, dit wordt wat jongens. Bam. Oh, sorry tractorrat, dat was niet de bedoeling. Hier dan maar. Best het dan een beetje, die tractorrat. Ga eens hierheen. Tractorrat, verdorie. Ga je niet gewoon hierheen of zo? Verdomme tractorrat, je verpest het hele systeem. Wee! Zet je in de rug. Yay. Oh, ik zie het al. Ik zie het al. Je hebt hier namelijk deze rat. En die doet dit. En als de tractorrat nou niet in de weg zit, dan haal ik hem even weg. En ik denk dat is een hele goede oplossing. Voor alle problemen. Tadaa! Woe! En dan heb ik... Oh nee! Waarom? Hij blies net op! Verdorie! Als hij nou niet opblies... Nee! Nee! Waarom moet je nou dood? Dude! Een spelbreker is het ook, hij moet sneller. Nee! Die plank moet er op, eigenlijk aan de andere... Nee, met de plank heb je ook best wel nodig. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Laten we het daarbij houden. Misschien helpt dit wel. Nee, de plank maakt het wel een beklim een stukje moeilijker. Nou... Verdorie... Ik weet echt niet wat ik moet doen, jongens. Ik ben echt radeloos momenteel. bedoel, het hele systeem werkt zo goed, alleen dat irritante beest zit in de weg. Kom op, nee! Hij valt net. Het lukt hem net iedere keer niet! Ah! Oh, deze keer misschien wel. Nope, ja! 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 Bam! Fuck jou, kat! Er zit een gat in je hoofd. Niet in je hand, weet je, dat is een spreekwoord. Nee, je bent, ja, val maar dood neer. Zo doen we dat. Bij BanjoTown. Dooie katten met ronde gaten. Level completed. Total time use. 26 minuten 8. Plant objects. 2. Plant... 30! Weet je, dat 30 keer geprobeerd. Dat is best vaak. Lol. Serious God. Password. Middle. Oh, die ziet er goed uit. Oh, Serious God. Oké. Okay. Hit the scissors with the ball and use the guillotine. Divide the cat, only the ball can activate the guillotine. Oké, okay, dan daar moet ik waarschijnlijk... Oh, het ziet er best wel cool uit. Oké, okay, oké. Okay. Waar is de bal? Oh, cool man, een rat en een kanon. Dat hadden we net nodig. En een bomber en een... Oké, okay, nou, laten we gewoon een keer weer helemaal de batter kiezen. En dat we hier dan heel mooi een ballon... Ja, dat is een goed idee. Dit ziet eruit als een heel goed idee dat ik zou kunnen verzinnen. Als YouTuber zijnde. Geen idee wat het YouTuber zijnde de wereld ermee te maken heeft. Hij heeft bijna een eigen bal in je gezicht. Wat krijg je ervan? Dat was niet zo'n heel goed idee. Misschien dit. Hij kwam wel hoog. Ik kan zeggen wat je wil, maar die bal kwam hoog. Op, sla hem nu. Sla hem. Kom op, hij komt dichterbij. Nee, toch niet. Toch wel. Zo. De omstandigheden zijn helemaal anders deze keer. Oh! Zag, bijna. Ik ga dit echt herhalen. Dit wordt een toppertje, jongens. Dit moet er maar zo... Oh, kijk mijn gezicht, jongen. Kijk mijn gezicht. Kom op. Kom op, brother. Rather better. Tadaa! Oh! Oh, op zijn hoofd. Yay. Wat doet dit? Ja, die vroeg ook gewoon me toe. Je hebt me nooit. Dit is fantastisch. Misschien als ik dat kanon even met een hoekje neerzet. Oh, cool. Je kan echt de hoek van zijn kanon afstarten. Oké, okay, cool, cool. Oh! Ik had hem geraakt ook, joh. Ik denk dat zijn hoek iets lager moet. Oftewel, jouw hoek, meneer. Rotate. Zo, iets meer deze kant op. Zoiets, ja. En speel. Ja, ik heb ook echt geen idee wat ik aan het doen ben, hoor. Niet dat je denkt dat ik echt professional ben hierin of zo. Ik doe ook maar wat. Ik zet jou wat meer naar links. Dan duurt het iets langer voordat je er bent en zo. Nope, nog steeds hartstikke mis. Wat heb ik eigenlijk nog meer tot mijn beschikking? Oeh, een bulldozer. Kijk, dit verandert alles. Die maakt alles een stuk beter. Die rat gaat tenminste binnen rechts. De honkbalrat. De batter. Ja, kom op, batter. Dit is jouw moment. Als hij hem had gehad op dat punt, was dat best wel geniaal geweest. Kom op. Dit is net als tennissen tegen een muurtje. Dat vind ik leuk, tennissen. Ik ben niet van het samenspel. Lekker tennissen tegen een muurtje de hele dag. Dat doe ik. Come on. Nope. Nee, gaat hem toch niet worden. Misschien moet ik wat meer ratten gebruiken. Want meestal zitten er 2 in het antwoord. Dan moet je er meer in jouw versie hebben, anders ben je niet cool. Ik zou ook gewoon het kanon hier neer kunnen zetten trouwens. Dan zet ik hem heel erg hoog. Zoiets. Waar is de bal? Huh? Dat ging snel. Oh! 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 Get owned! Woo! Ik ben zo awesome hierin. Niet normaal. Niet normaal hoe goed ik in dit spel ben, echt. Zouden we me op moeten pakken. Plus 2 punten. Dankjewel, dankjewel. Ik wil graag mijn ouders bedanken. Ik wil graag de originele oplossing zien. Ja, zo origineel is het helemaal niet. Je moet sowieso gewoon die terrorist gebruiken. Oh ja, dat was best wel logisch. Had ik kunnen verzinnen. Oei. Oh, natuurlijk werkt de originele oplossing weer niet. Hartstikke bedankt. Hier, ik voeg aan de originele oplossing gewoon een ballon toe. Nou werkt die vast wel. Graag gedaan, makers van het spel. Toch hebben jullie Achie gered. Kutspel. Next level. Alsnog, ik vind het best grappig. Voor de euro of zo. En ik heb er zelf 4 euro voor betaald. Oké, okay, 4 euro is het niet waard. Voor een euro. Ik zou hem kopen. En al je vrienden moeten dit spelen. Good dog. Password Toto. 100 kilogram? 100 kilo is namelijk helemaal niks. Dat is gewoon 100.000. Er was dus een bal. En die moest omhoog. Oh, dan moet sowieso naar de vacuum muis hebben. Ik wou net zeggen. Die zal er wel weer zijn. Het is eigenlijk een rat trouwens. Maar oké. Okay. Dat is ook best wel een coole rat, moet ik zeggen. Nou, we hebben nog iets van een... ja, een batter nodig. Bijvoorbeeld, hè. Oh, dat was een mooie worp. Goed gedaan, goed gedaan. Oh, gaat goed, gaat goed. Nou, nog één ding nodig daar. Als ik daarna even een bomber neerzet, dan wie weet wat er allemaal wat niet gaat gebeuren, jongens. Oh, in één keer! Nou, twee keer, maar alsnog. Haha, je bent opgegeten door een hond. Vuil beest. Vuil wezen. Uit de onderwereld. Dat is niet normaal voor een hond. Daar word je waarschijnlijk voor ingeslapen. Denk ik. Congratulations! Yay! Woo! Beste spel ooit. Ik moet even niet te vaak zeggen hoe slecht het spel is. Number of tries. Oh, cool. Ik had er 4 en dan krijg ik 26 minpunten. Oké, het zal allemaal wel. Het zal allemaal wel. Krijg toch allemaal de kleren. Val van mij apart allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf dit spel te doen zoals de makers het bedoeld hebben. Kinderen willen dit spel niet spelen. Noemen het kut. En daar is het ook. The tractor position can be used as a timer. Bomber to lift the ball. Runner can have a muse. Can have a muse? Amuse? Oké. Tjonge, jonge, jonge. Nou, laten we beginnen met het deel waar ik wel weet. Hey. Oh, fuck. Waarom draait hij dat ding? Verdorie. Ik wil gewoon een plank pakken. Gewoon hier neerleggen. Gaat goed. So far, so good, zeg ik altijd maar. Nou, muis. Nou, dat werkte niet zo goed. Ze raden me sowieso niet aan de honkbalmuis te gebruiken daar. Hey. Oh, niet de bal pletten. Ik heb die bal nodig. Oké, handig. Is niet handig. Handig is niet handig. Nee, Henry! Oh, cool. Hij gaat de goede kant op. Oké, wacht. Dit wordt mooi. Rol een heel klein beetje naar rechts. Bal heel klein beetje naar rechts. Dan krijg je een zetje van die stoot. Nou, oké, dan niet, hè. Ik moet toch gewoon een tractorrad hier neer, want die gaat sowieso ontploffen. Maakt niet uit. Tractorrad hoort er allemaal bij, jongens. Kom op, verdomme. Boom! Doe boom! Wacht, dit wordt hem, jongens. Dit wordt hem. De ontdekking van de eeuw. Oh, ik dacht dat hij dood ging. Verdomme, tractorrad. Osama bin Explosie. Jou, ik kies jou. Ik zit gewoon hier neer. Hier, better. Weg jij. Weg. Ja, bomber. Goed idee. En die bomber gaat nooit af. Dus zet ik daar de baseball bat bij. Voor de dubbele awesome. Oh ja! En deze man hier neer. Want dan heeft hij... Ja, zo, perfect. Geef die bal maar een zetje. Geef die bal maar... Oké, dan niet. Hoeft ook niet. Heeft je helemaal niet nodig. Dan moet ik wat meer... Nou, ja, zoiets, hè. Veel beter. Dit spel, dames en heren. Wat doet die rat met dat ding dan? Hallo? Oh, ik moet even pauze zetten, sorry. Wat doet die rat runner eigenlijk? Doet hem niks. Waarom? Hoe kan die gebruikt worden als een timer dan? Ik ben heel benieuwd. Wat ik sowieso wat denk over de oplossing is... Ja, misschien kun je hier een klap neerzetten trouwens. Dat kan misschien ook nog wel werken. Het probleem is vooral gewoon hoe krijg ik hem voorbij die irritante pers. Laat ik gewoon eens deze dude ook weghalen. Oh, ik heb trouwens sowieso die bomber hier nodig. Anders krijg je die bal nooit omhoog. Dus dat staat al redelijk vast. Nou, die batter staat ook redelijk vast. En play. En die batter staat niet zo handig gepositioneerd. Maar wel voor dat. Hartstikke leuk. Ga maar hierop rijden, jongen. Flip, hoppakee. Dat dit nu ook echt lukt. Dat zou fantastisch zijn. Oh! Ging niet bijna hoor. Ja, gaat perfect. Waarom doet die... Nee! Ik dacht nou, we zetten hem voor de grap daar niet. Dat viel tegen. Verdomme, jongen. Verdomme, ik vertrouwde in je. Kom op, bal doet hetzelfde als de vorige keer. Dat deed je hartstikke goed. Nee, dit is niet zoals je de vorige keer deed. Vorige keer was je veel leuker en gezelliger. Verdorie. Nou, nog een keer proberen. Nee, ja, misschien schiet hij juist heel hard weg op door die stomp. Ja, dat had ik nodig. Nog een keer. Oh nee, dat gaat niet lukken. Hij gaat er niet onder vallen. Hij rolt er niet onder. Nou, laat het maar. Nog een keer. Yay. Woe! Nee, verdikke me. Wat? Wat? The fuck? Gebeurde er zojuist? Als ik even vragen mag, jongens en meisjes. Kom op, ik wil echt die wegschieten. En het werkt niet als je bij de eerste is. Oké, nou, misschien wordt dit nog wat. Nope. Nee, dat wordt niks. Ik blijf ook maar proberen en geloven. En oh mijn god, waarom probeer ik het nog? Ik zou ook gewoon de rat dat kunnen aanpassen, weet je wel. Wat aan zijn slag kunnen doen. Hij is al echt al lang bezig vandaag. Kom op, rollen. Rollen voor je leven, bal. En hij rolt opeens vanaf. Waarom? Nou, mooi effect. Dankjewel. Dankjewel, Rick. Geen moeite. Ik moet echt even kijken hoe die rat in het rol in gebruik. Hij doet niet echt wat, of wel? Als ik hem nou hier neerzet dan. Ik snap er namelijk de ballen van dat beest. What the fuck doet hij? Dat is geen timer. Fuck. Nou, dit is het hoor. Dan zit het niet eens, dan, ja, dan weet ik het ook echt niet meer. Dan noem me Josine en lik mijn balzak, zeg ik altijd maar. Dat is een gezegde van mij. Noem me Henk en stop ermee. Pff, what the fuck? Dus je moet die plank daar gewoon gebruiken om het een beetje smoother te maken. Maar die plank is best wel nodig trouwens, anders kom je echt nooit over die gaten heen. Je moet er gewoon voor zorgen dat die bal wat meer op die ramp gaat. Als die hoek moet hij zijn snelheid opmaken, hierop. Ja, zo ja! En dan een stukje later. Kom op, nee! Nee! Dat is een hele irritante hoge toon zeg. Come on! Nee! Ja, die tegen... Nee, 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 hij rolt eraf! Oh! Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Dit is een kutlevel met zwemdiploma A. En als hij echt kut is, krijgt hij kutlevel niveau B. Het zit hem gewoon hier vooral, weet je. Hier gebeurt het allemaal, jongens. Hier gebeurt de magie. Ja, dit heb ik nodig. Pff, ik kwam me niet flippen, ik kwam rood heen. Waarom mag dat niet? Gewoon een geldige rotatie hoor. Ja! Nee. Pff, denk je net, nou, dan wordt hem. Valt tegen. Nee! Waarom doe je dat? Ik had alles voor je uitgestippeld. Verwend nest. Hij rolt vet raar. Je zou verwachten dat hij een beetje versnelt op een normale manier. Maar nee. Dat is te veel voor meneer. De ijdeltuiten dat het is. Ja, dat heb ik nodig. Dat heb ik nodig. Bam! Flam. Daar heb ik ook voor nodig. Ja, maar nu pas bedenk. Je moet natuurlijk duidelijk die tractorrad gebruiken als timer. Oh my god, waarom heb ik dat niet eerder bedacht? Aan de kant. Oombaar rad? Ja, dankjewel. Hiermee kun je gewoon timen hoe lang je wilt dat het gaat duren. Ja, precies. Iets langer. Zo. Moet hij zo. Ja, kijk. Dat mocht even duren, Rick. Oh nee, ik kom natuurlijk vast in dat gaatje. Verdomme. Dan zit ik hier nog even een bed neer, weet je wel, voor de zekerheid. Just to be sure. Daar zo ongeveer. Oh nee. Better, laat die krap met rust. Oh. Jij. Misschien wordt het nog wat, jongens. Dit wordt hem hoor. Kut. Nee, de bal rolt het scherm uit. Nou, zo dan maar. Dit gaat hem weer eens weer worden, jongens. Je zou het echt niet geloven met mij, maar het gaat hem echt een keer worden. Misschien moet die bed nog even draaien, of misschien ook niet! Mwaha! Mwaha! Kom op, doe je ding, explosief meneer! Nee! Kak! Gaat op het allerlaatste moment fout. Waarom? Waarom, Bad Rats? Ik had nog niet vertrouwd, ik had dacht dat ik het had. Ik dacht dat ik de oplossing had, maar nee. Flip! Flippen die zooi! Dit kan vast alleen maar goed gaan. Mijn ideeën worden steeds beter en verhelderder. Mijn ideeën verhelderen de jeugd. Ja joh, doe eens gek hè. Doe eens gek meneer. Meneertje koekenpeertje. Pff, blijf maar slaan joh. Doe eens gek. Misschien is dat hele ding wel niet nodig. Misschien zit het wel gewoon. Laten we eens even kijken. Wauw. Dat is fucking droog. Hier in Nederland hebben we daar een woord voor wat er zojuist gebeurde. Fucking droog. En wat er nu gaat gebeuren, waarschijnlijk ook een woord, dat is nee. Gaat dit werken? De terrorist zegt ja, Rick zegt nee. Stemmen zijn geteld, het is nee. Dat is jammer. Nou, ik moet de terrorist ook sowieso wat meer hierin zetten. Allemaal dan staat hij misschien tegen dat fucking gele balkon aan. Als iemand een let's play maakt voor dit spel, hoeveel afleveringen zou die dan nodig hebben? Is hetzelfde als vragen of deze bom goed gaat. Ja! Daar ga je! Mormel! satanistisch wezen. Wacht, daar ben ik al. Haha, de kettingzaag heeft je goed te grazen genomen. Mwah, ah, ah, ah. Ik ga even over mijn buikje strelen en mezelf belonen. Met de Bad Rat. Yay, 10 maps solved. Woe, yay, yeah, feest. Best game ever. Kon ik de hele dag maar spelen. Deze game is zo goed. GTA 5 is er niks bij. GTA 5 zuigt. In vergelijking met dit spel. Password, red dog. Objective, open the cage and free the dog. Let the dog meet the cat. Only the ball can activate the weight. Oké. Ja. Ziet er heel makkelijk uit. Mag ik dat zeggen? Nee, dat mag je niet zeggen. Oké, nou, hier heb je de smoker rat. Die vind ik altijd wel lachen. Handig aan de smoker rat is dat hij tenminste niet met rare hoeken gaat werken in ieder geval. Dat doet hij goed. En wel bespiegelen in ieder geval. Oh, ik heb ook een vacuum rat, toch? Ja, dan zetten we die sowieso hierboven. Of ik zet die hierboven. Dat is nog een betere. Kijk eens aan. Ja, dan zet ik hier iets van een blokkade neer. Dus, nou, bijvoorbeeld een tractorrat. Die duwt hem nog wel een keertje terug. Ja, 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 ja. Die gaat goed, jongens. Het gaat hartstikke goed. Nou, ik heb alleen wat nodig die hem daar vandaan tikt. Dat zou wel de better zijn dan of een bom. Oh, de Archer Red. Tuurlijk, joh. Dat is gek. Ik doe al vaker gek. Alleen vandaag ga ik echt even helemaal los. Want dit is hem gewoon, denk ik. Kan haast niet anders. Verdomme, Archer Red! Waarom doe je jezelf dit aan? Vraag ik me wel eens af, ja. Soms vraag je je af, waar doet hij het voor? Zeg dan nooit. Dit spel is cool. Yay! Daar ga je, hondje. Nogmaals, feest jij aan het lichaam van een hele lekkere kat. Lekker hoor. Dood is de kat. Nieuw record denk ik wel voor tijd. Dit level heb ik echt gedomineerd. Congratulations. Daar moeten staan congratulations. Met de rat en zo. Achievement complete. Fast finger. 5 maps solved in less than 1 minute. Dat is helemaal niet waar. Dit is niet eens waar. Oh, wat? Heb ik al 5 verschillende maps in minder dan een minuut gehaald? Echt waar? Kan me niet voorstellen haast. Kan ik me haast niet voorstellen. Nou ja, het leven gaat door hè. Bad Rats. Loading. Ik word zelfs een beetje moe van deze game hoor. Niet omdat het slecht is. Nee, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Level 12. Guns and cats. Password. Headshot. Objective. Fire the gun. Kill the cat. Only the ball can activate the gun. Oh, hier zijn hints. Trampoline will make part of the job. The rocket can move. Finally in a ramp. Oké, dan. Nou. Waar moet de trampoline? Vroeg Henk aan Sylvia. En Sylvia zei, laat maar zitten. Ik zet de koffie zelf wel. Waarop Henk antwoordde, vuile snol. Ik maak het zelf wel. En met bitches. Vond je dit verhaal leuk? Doe dan een groen duimpje. Die niet eens opeens weer blauw zijn en de rode duimpjes zijn zwart of zo. Ik volg het allemaal. Ik wil het niet eens meer weten. Ik wil me hier helemaal compleet van distancieren, zoals dat heet. Ik wil er niks mee te maken hebben wat Google nou maar weer aan het geks aan doen is. Het spel suggereert dat ik hier iets van een tonnetje neer moet zetten. Nou spel, doe dat toch lekker. Met wat erop? Een Rocket Rat, maar natuurlijk. Dit gaat alleen maar goed, kijk maar. Jee, oh sorry dat je dood bent. Hartelijk bedankt voor een peper en zoutstel. Hartelijk bedankt met een hele dikke zoen. Hartelijk bedankt voor een peper en zoutstel. Hij nou net nieuw doen. Waar is die bal voor? I don't know. Het staat blijkbaar voor een rat, dat te zien. Ja, Lungrat kan ik geen flikker mee. Al deze dingen zijn een beetje kut eigenlijk. Eigenlijk wel, hè. Oh, ik word nog mijn terrorist. En dan zet ik mijn terrorist hier wel in. Dat vind ik vast wel leuk. Kijk, die Lungrat kun je sowieso hier wel neerzetten. Die kan wel blazen. Dat is, die geeft wel even een lekkere blowjob op. Dat is alleen de vraag hoe krijgen we die bal omhoog. Nou zo. Wow! Kom op, Lungrat, blazen! Oh nee, Lungrat! Nee! Nee, joh, wat doe je nou? Blazen, Kreng! Blazen! Blaas hem omhoog! Nee! Misschien moet ik hem wat dichterbij zetten hoor. Dan blaas hij wat harder. Tenminste, dat is in de natuurkunde gezien zou dat zo werken. Ja, opeens komt die bal daar niet meer. Want de Lungrat ergens anders heb neergezet. Verandert de hele situatie. Wow! Kabam! Daar zit een gaatje in. Daar zit een gaatje in. Daar doe ik dit leuke dansje bij. Gaatje, 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 gaatje in. Daar zit een gaatje in. In je hoofd. Er zit een gaatje. Hey. Volgende level. Volgende level. Volgende level. Volgende level. Volgende level. Nee, echt waar. Ik ga naar de volgende level. Hints. Tractor can drop the ball. A ramp can help to continue the moving. The bomber can lift up the ball when it explodes. Oké dan. Nou, hè, kindertjes. Laat eens even goed over nadenken. Nou, zoiets, hè. Nou ja, dit is hem, denk ik. Ja, oh, dat werkt. Oh, wie had dat nou verwacht? Oh, nee. Een plank erbij, wat leuk. Roteren. Ik wil hem graag gewoon even bij de... Ja, dat mag weer niet, hè. Oh, zo, daarom mag dat niet. Oké, dan. Leg hem maar gewoon hier. Die valt waarschijnlijk zelf wel in de goede richting. Ja, dat doe eens gek, hè. Doe maar niet gek, want dan doe je al gek genoeg. Bam! Die explosie was echt nodig voor het halen van dit level ook. I don't know. Was gewoon nodig. Nou, nog een battery neer voor het geval dat het nog nodig is. Voor het geval dat terrorist zijn werk niet goed doet. Ja, nog een batter. Kom op, yeah! Batter! Woo! Fuck jou! Kluis op je bek. Zo handelen we dat hier af in Nederland. Als je uit België komt, zo gaat het niet. In België is mensen doden door kluis op ze te gooien, namelijk illegaal. Next level, yeah. We spelen meer Bad Rats. Bad Rats is de game en blijft de game. Haters, niet haten. Please, please stop met haten. Ik vind het echt niet leuk. Oké, een balk. Heet dat level nou Hot Train? Dat vind ik wel interessant. Oké, nou, hoe zullen we moeten beginnen? Nou, fucking dikke rat. Obesitas, ik kies jou. Oké, dat ging niet helemaal goed. Tas obesi, ik kies jou. Obesitastastisch, de tas. Jou kies ik nu. Nog meer. Yay. Dikke mensen. Woe, yeah. Gaat goed. Gaat goed. Zet een longrat neer. Oké. Zet een bomber neer. Je hebt het gehaald. Nou, ik heb er niet zoveel over, dus zet die runner red daar maar neer. Weet je. Ik heb niet zoveel keuze momenteel. Oh nee, Rick, het ging net zo goed. Die lungrat verpest alles. Nee. Oh, wacht, het gaat hem lukken hoor. Oh nee, Swieber, niet dit doen. Dit was namelijk best kut, Swieber. Really, it kinda sucked. Swiper, swiper, no swipey. Zo zeggen ze dat in het Engels volgens mij tegen Swieber. Nou, ga eerst weer naar rechts. Oh, misschien in, ik kan hem ook in het cirkeltje zetten waar die hoort te staan. Volgens het spel, hè. Kan je doen, kan je doen. Dat heb ik wel eens gedaan. Dat was een wilde dag. Toen ik deed wat het spel zei. Ja, ik weet alleen. Wacht eens eventjes. Wacht eens eventjes. Ik heb geen idee. Hoe moet dat? Wie is de laatste persoon die nog wat kan doen? Heb ik nog een beest over? Nee, ik heb alleen een plank. Nou ja, in principe, in de theory. Nee, dat werkt niet. Ja. Ja. Misschien dat ik deze twee omwissel. Ik ga er maar vanuit dat dit ook werkt ofzo. Ik heb geen idee wat hij met het rad doet, maar ik neem aan dat hij iets toevoegt. Kijk. Kijk eens aan. Woe! Heb ik nou serieus een fucking accuzuur over hem heen gegooid ofzo? Waarschijnlijk een zuur, ja. Als scheikundig persoon kan ik bevestigen dat dat pijn doet. En dat je er dood aan gaat. Maar je botten lossen inderdaad niet op. Helemaal 100% scheikundig correct. Yeah. Hebben jullie me nou puntaftreik gegeven? Waarom zou je? Ik wil niet eens het goede antwoord zien. Ik wil er niks mee te maken hebben. Ik zat waarschijnlijk heel erg in de buurt. Voor mij is het met dit spel, hoe verder in het spel komt, hoe minder coole eigengemaakte antwoorden toe. Wat? Hij begon. Dit ziet er echt uit als het makkelijkste level ooit. Nou, dat gaan we maar even doen. Wow, Rick. Best idee ooit. Dankjewel, dankjewel. Zoiets dan. Yay! Woe! Misschien moet ik hem ook maar naar beneden laten vallen hoor. Nee, daar heb ik niks aan. Je moet daar zo in één keer door. Dus dat we gewoon de bulldozerrat erbij zetten. Zo, daar. Ja, daar of zo. I don't know. I don't know. Ja, en dan met explosieve rat erbij. Ja, dit is vast een heel goed idee. Rick, dit idee, jongeman. Dat is echt een Nobelprijs op. Hey, en dan gaan we verder. Ja, rollen maar. Het werkt ook. Dat was nog het schandaligste, dat het werkt. Het feit dat het werkt. Oh nee. Oh nee. Ja, jij mag daar. Dan wacht je op het juiste moment en dan vuur je jezelf af. Woe! Woe! Dat is best cool eigenlijk, nou ik erover nadenk. Kom op, bal, rol verder. Dat ding aan de onderkant is al voor je bezig. Kom op, Rick, kom op, dit moet lukken. Kom op, please, werk. Please, ja! Woe! Dit schijnt best wel een voldoening. Het feit dat dit kut idee werkte. Echt fijn, dat je gewoon rennen met aankutten bent en dat het nog goed is ook. Oh, ken je het gevoel? Nee, nou dat is jammer. Ik ken het namelijk wel. Zojuist nog gehad. Echt. Ik vind het trouwens best wel chill. De laatste tijd doe ik best wel vaak gewoon indie games voor XL gameplay. En dat speelt wat makkelijk. Want op het moment dat ik een hele volledige game speel, gewoon een volwaardige game. Gewoon een willekeurige game bij normaal 10 uur over doen. Ik speel maar een uur. Dit is zo onafgemaakt, weet je. Want op dit moment kan ik gewoon een game spelen. Ja, en dan kan ik zeggen, wil ik nog verder? Wil je nog verder gaan op mijn eigen kanaal? Komen er 3 afleveringen extra, daar ben ik er klaar mee. En dan kan ik ook zo'n beetje iedere XTO gameplay afmaken op mijn eigen kanaal, als mensen hem leuk vinden. Dus ja, als jullie willen met deze verder gaan, laat even een reactie achter. Met de Stanley Parable in ieder geval wel gedaan. Anti-chain maak ik echt geen zin meer in, want ik kreeg echt dikke kop aan van, ik begreep er de ballen van. Dus ja, dat is de reden dat ik daar niet echt meer mee ben verder gegaan. Voor de hardcore XTO gameplay genieters, hè. Jullie zijn genieters. Levensgenieters. Dat zijn de mensen die de XTO gameplay kijken. Het gaat nu al gigantisch de goede kant op. Bombertje daar. Nou, dan schiet hij ergens heen. Wat is het? Nou, oké dan. Ik denk eerder dat je iets sowieso als dit moet hebben, ja? Oh, ik heb gewoon 2 bombers, ja, dat kan ook. En dan moet je de batter daar hebben, ja, ja. En flippen maar die zoys. Ik wil gewoon een keer het level in één keer lukt. Nou ja, ik heb ik al niet gedaan. Ik test eigenlijk meteen in het begin al. Zonder ook maar iets relevants te hebben staan. Oh! Zo dichtbij, batter! Waarom? We waren zo dichtbij, maar jij verpestte het weer. Niet dat ik goed ben in de honkbal of zo, maar kom op, man. Kom op. Come on. Nee. 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 Ik zet je wat meer bij het randje, hoor. Je valt maar naar beneden zo meteen. Maakt me niet uit of het je dood wordt. Je gaat je best doen. Verdomme. Nou, slaat hij de plank helemaal mis. Letterlijk. Alleen dan is de plank de bal. Ja. Hij slaat mis met een plank. Dan is dat een honkbalknuppel. Jee, hele grote kluis op je bakkers. Ogen schieten spontaan uit je bakkers. Omdat er iets op je bakkers viel. Ik zeg best wel vaak het woord bakkers. En als je daar problemen mee hebt, dan hou je je bakkers maar. Level 7 en 10. Spanning, de spanning is snijden. Net als snijbonen. Het woord snij zit er namelijk in. In de bonen. Snijbonen. Wat zou ik hier toch eens moeten doen? Ra. Ja, doe dat perfect. Waarom start ik dat zelf nog? What the fuck? Oké, nou, ik wou zeggen, we hebben sowieso een vacuum rat nodig. Ja. Ja, misschien wel. Maybe. Nee. Ik zie het al. We moeten een vacuum rat sowieso hebben die aan een ballon hangt. Dat is sowieso al duidelijk hieraan. Ja, verbind ze maar aan elkaar. Doe eens gek. Komt ie meer? Komt ie meer? Yeah. Oké, ja, nee, hè, toch niet. Oké. Oh, kanon. Dit vraagt om een kanon. Ja, dan stellen we deze. Dit wordt heel goed. Dit wordt echt het beste idee ooit, jongens. Als dit niet goed gaat, dan twijfel ik aan mijn hele natuurkunde-examen dat ik dit jaar heb. Deze game is gewoon natuurkunde-examen dit jaar, weet je. Als je deze game kan completen, dan zit het wel goed met je natuurkunde. Ik bedoel maar, deze game is 100% natuurkundig accuraat, weet je dat? Oh, die kanon doet, heeft niet echt de tijd ofzo voor mijn bal. Hij is iets van, nou, weet je, ik spring wel lekker wanneer ik zelf zin heb, hè? Hij wordt opgezogen. Het kanon ook. Ja, moet nou eigenlijk hiermee. Nou, een bomberrat erop. Ik kan zeggen als je jongen, dat zag er wel cool uit. Nou. Ja, even weg hier, jongeman. Zo, flauwe gemeen Rick, hè? Ga maar hierheen. Ik heb toch geen zin om daar te zitten. Was een goed idee of een slecht idee? Hartstikke goed. Ja, het moet iets zijn met deze dude hieraan. En ik zou haast wel zeggen dat... Ik kan ook een better proberen, maar dan moet ik even deze vent weghalen. Ja, nee, dan moet je niet die terroristen ook bij hebben, Rick. Die gaat daar boven mij wel lekker chillen. Oh, hij gaat een glijbaantje af. Dat is wel handig. Kom op, Rick. Kom op. Dit moet lukken. Iemand van jouw swag moet dit kunnen. Kom op. Kom op, Rick. Ja! Zo dichtbij. Zo dichtbij. Ik zit met de handen in mijn haar. Momenteel letterlijk en figuurlijk. Het zal mij lukken. Nee. Nee. Ja, zo dichtbij. En toch zo ver ernaast. Wat een verschrikking dit. Wat een verschrikking. Ik moet even het wachtwoord van dit level weten trouwens, dan kan ik hem resetten. Nou, iets te dichterbij, maar weer hè. Ik ga het nog een keer proberen te verneuken, kat, rat, beest, hè? Doe je ding maar, je verpest het toch alleen maar, hè? Voor mij, voor de kinderen. Welke kinderen? De kinderen. Ja, herkansing. Nee, nou word je zelf opgezogen, dat is niet de bedoeling. Ik kan ook beter gewoon wat minder rechts. Nou, oké, toch niet. Zoiets dan. Ja. Sla hem erin. Kom op. Verdorie. Waarom doe je jezelf dit aan? Ik heb geen idee. Waarom gebeurt dit? Waarom ik? Waarom ik niet? Ja! Ja! Nee! Verdomme terroristen! Dit spel is zo genieten. De hele betekenis van genieten zal opgeschoven moeten worden door deze game. Ja! Ja, kom op, please. Nee! Please. Oh, nee. Krijgen we dat gezeik nog? Haalt hij het een keer? Is het weer niet goed? Ja, joh, deze keer is net weer iets anders dan de vorige keer, volgens mij. Maar het begint het flink op te lijken in ieder geval. Laat me vallen die bal. Tikkie, tikkie. Ja, nee, soms. Oh, verdorie. Soms moet je even het schelden even bedwingen. Wanneer je zo'n intens potje Bad Rats aan het spelen bent. Laat me vallen die bal. Laat me vallen die bal, John. Ik sta er helemaal klaar voor. Ja, laat maar. Laat maar. Weet je, jongens. Ik bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Zet gewoon nog een timer op. Wat gebeurt er? Verlies ik anders of zo? Jij bent tenminste het wachtwoord. Dus dan kan ik misschien nog een keer verder als jullie willen gaan bij dit level. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering van de XXL Gameplay. Vergeet de video te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering van de XXL Gameplay. Bedankt voor het kijken. Like de video. Niet met de groene, want die bestaan jammer genoeg niet meer. Whatever. Boeit me ook helemaal niks bij Google+. Ga geen irritante Bob en zijn tank comments plaatsen. Bob en zijn tank zijn fucking irritant. Ik hoop dat Bob en zijn tank ziektes krijgen. Tot de volgende aflevering. Doei!